wij weer. Ja, de volgende vlog. Erwin en Greetje. Ja. Wat kunnen jullie allemaal verwachten in deze vlog? Nou, we zijn een beetje op de terugreis. Ja. Hè, richting. Want we waren alweer in Zweden. Ja, en we zijn dus we zijn naar het Volvo Museum geweest. In Göteborg. Ja, dus ja, want Volvo, dat is Zweeds. Dus we dachten, we gaan naar het Volvo Museum. Nou, en we zijn naar Ullared geweest. Nou, daar hebben we weinig materiaal van, hoor. Maar dat is een enorme winkel. Ja, hele grote winkel. En mensen hadden tegen ons gezegd, ben je daar al geweest? Dus als mensen naar Zweden gaan en je bent in de buurt van Ullared, nou, ga je ogen eens een keer... Wij waren daar in de buurt, maar we wisten het helemaal niet. Dus, nou ja, we zijn er geweest. Nou goed, het is een hele grote winkel. En waar zijn we verder nog geweest? Wat zei ik nou net? We zijn bij een camperplaats met een hele mooie visrokerij en zo geweest. Ja, we hebben lekker gegeten. En waar waren we nog meer? Wat zei ik nou? We weten het helemaal niet meer. Nee. Nou ja, laten we zeggen, dit is een van alles wat filmpje. Christianstad. Daar zijn we dan uiteindelijk terechtgekomen. En toen kwam Storm Hans roet in het eten gooien. Ja, dus toen waren we eigenlijk al in het zuiden van Zweden. En toen zijn wij naar Trelleborg gereden. Toen dachten we van, weet je wat we doen? Voordat de camper omwaait, we gaan gauw een overtocht boeken. Van Trelleborg naar Rostock. Ja, maar we hebben een paar onstuimige dagen gehad daar, hoor, met Hans. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. We hebben ook niet gefilmd, hè? Want toen hebben we onze handen vol aan... Om de camper in bedwang te houden tijdens het filmen. Nee, viel wel mee. Nou, ik zou zo zeggen, ga maar lekker kijken. Ja, ik wou trouwens wel alle nieuwe kijkers ook hartelijk welkom heten. Tuurlijk, dat doen we altijd. Ik heb, gisteren was ik nog even op een feestje, een afscheid van iemand. En daar merkte ik dat we ook heel veel trouwe kijkers hebben. Ja. Dus bij deze ook alle trouwe kijkers, bedankt dat jullie elke keer weer kijken. En misschien valt deze vlog wel tegen, omdat er heel veel foto's in zitten. Ja. Maar we gaan ons leven beteren. We hebben te weinig gefilmd en ik ben filmpjes kwijtgeraakt op een of andere wijze. Dus ja, nou. Maar we hopen toch dat jullie het leuk vinden. Dus, alle trouwe kijkers, blijf kijken, hè? Ja. Hey, veel plezier. Ga maar lekker kijken. Wij zijn op weg naar Göteborg. Ja, hier zijn wij weer. Waar zijn wij? Ja, vlakbij Göteborg. Göteborg. En we gaan even naar het Volvo Museum. En kijk, hier ligt een grote boot. En we gaan eerst even kijken of we kaartjes kunnen scoren. En even een papier voorop. Het is alweer te warm met deze jongen. Voorop onze camper. Want wij hebben gelezen dat we hier dan ook kunnen overnachten. Dus dat gaan we waarschijnlijk ook doen. Dus we gaan even kijken. Het is best warm. En het is ook best druk. Een hele mooie omgeving hier in de bossen. Alleen het is slecht weer. Kijk, we kunnen er nog vuur maken. Picknickbanken. Overal. Nou, loop ik weer naar de camper. Een mooi wandelgebied.
Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we heen? We gaan naar een winkelcentrum in Oelaan. Oh, nou dat moet wel zoiets fantastisch zijn. We hebben op de reviews allemaal van mensen gelezen van nou, daar moet je heen. En op de camperplaats, waarvan mensen ben je daar al geweest? In Oelaan. We waren nog niet van plan, maar we dachten nu van nou, we gaan toch naar heen. En wij? Ja, een enorme winkel. Een enorme winkel. Heel druk, heel druk. Wij zijn ook gek. Wij zijn gewoon gek. Gek spul. Ik weet wat zei je nou net? Ik weet het niet meer. Ik raak in paniek. Wij verdwalen hier. Wij lopen hier. Het is gelukkig nog wel verdeeld in sectoren. Wij lopen hier als aap in een garen. Als een aap in een garen, denk ik. Wat is hier? Zo groot is niet te geloven. Maar ook heel rommelig en vol. Kijk, een leuk kerkje. We zijn nu in Torup. En we kwamen, kijk, daar staat onze camper. Kijk, zulk slecht weer. En we kwamen een bakkerij tegen. Dus toen dachten wij, we gaan even een broodje halen. We gaan even iets lekkers halen. Hoi, was er goed aan. Hallo. Oh, een hele goede avond. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn wij. Wij zitten hier in een restaurant. In Zweden. In Zweden. Tira Holms. Tira Holms. Het is een visrestaurant. Ja. Er is ook een campingplaats bij. Visstukjes vooraf. Ik heb al één hoor. Ik heb een cola in een bijzonder glas en een bijzonder flesje. En we gaan er even lekker van genieten. De volgende dag rijden we weer verder richting Velsjunga en onderweg komen we vogels tegen. Het blijken kraanvogels te zijn. Nou, daar is het meer, picknickbank, maar het wordt slecht weer. Nou, daar is een vreetje. Laten we kijken, er staat nog een andere camper. Heel mooi hier. Wat zei jij? Het water is helemaal niet koud. Nee? Nee, maar het is wel... het is wel een leuk strandje hoor. Nou, dit is dus bij de camperplaats. Er zijn allemaal kinderen aan het zwemmen. Ik ga het niet filmen.
haren. We hebben hier net even... Ach, kijk nou. We hebben hier net even eitjes gekocht. Ze komen er allemaal aan. Zo grappig. Nou, bij de boerderijwinkel. We zijn vandaag naar Christianstad gereden. We staan op een camperplaats vlakbij het centrum. Je kunt lopend naar het centrum, dus dat gaan we nu doen. Nou, ziet er verder wel goed uit hoor. En wij zijn er klaar voor. Nou, dan loop je zo via die brug. Nou, daar staat onze camper. En loop je zo via dit houten bruggetje. Ik denk dat je zo het centrum inloopt. Naar Toerum. Ik weet niet wat het inhoudt. Maar we zien het wel. We gaan nu naar het centrum van Christianstad. En dat wil ik wel even vermelden. Overal waar je komt. In elk stadje, dorpje. Keurig netjes bloembakken. Ja, daar hebben die Zweden en die Nooren is het toch even wat meer geld voor, zeker. Ik weet het niet. We komen nu in een Tivoli-park, op kermis. Mooie gebouwen. Oh, je kan hier gewoon oversteken. Nou, dat doen die mensen ook. Spaarbank. Centraal station. Nou, waar zijn we? Christianstad. Oh, we zijn al in Christianstad geweest. Ja. En nu gaan we naar Christianstad. Het is hier kermis. Stadsfestival te zijn. Dus wij denken dat er vanavond allemaal bandjes komen optreden. Op verschillende plekken staan podia. Nou, we gaan vanavond ook even kijken, denk ik. Niet dat er iets komt wat wij kennen, maar we kunnen altijd even kijken. Toevallig zijn we in de kerk getuigen van een trouwerij. Benito Sanna, die de hoest op Elsia Hemme. Stad vertrokken. Ja, we trekken nu wat
zei het net tegen elkaar. We hebben vaak geluk met het weer. Ja. Het is nu. Je moet er niet aan denken om nu in Christiaanstad te lopen. Nee. Met het weer. Het is nu weer helemaal mis. De hele dag, regent het. Het is verschrikkelijk. Gelukkig waren er de wereldkampioenschappen wielrennen op. Wout van der Poel is wereldkampioen geworden. Dat was wel spannend. En verder... Oh, dank u. Wat zei jij? Ik moet even niezen. Ja, het is bed met het weer. Maar goed, waar staan wij eigenlijk? Weet ik niet. Ik ook niet. Doet er ook niet toe. Morgen gaan we weer verder. De volgende dag zoeken we toch een meer beschut plekje op. Ja, het is zulk slecht weer, het stormt. En we zijn, ja, dat heb ik al gefilmd. We zijn bij Bara, bij het slot. Dus, over de bladeren, dingen. Ja, we gaan dus even kijken naar bij het slot. We gaan er toch even uit. Een frisse neus. Even een frisse neus. Het is hier wel heel mooi. Het is ook al omgewaaid. Het is hier heel mooi. Zijn jongens. Toma. Zwaar, hè? Een beetje beweging vandaag. He? Nou, heel in de verte zie je onze camper staan. En we lopen nu in de druilerige regen naar de stallen. En daar is het slot. Gretje is ook al tot de draad toe nat. Maar dat mag de pret niet drukken. Ja hoor. Ook dicht. Als beloning lekkere warme chocolademelk met slagroom. Ja, lekker Alice. Heerlijk toch? Leuke uitspanning hier. Nee, het is geen weer. Helaas.
Maar goed, wij laten ons er niet door uit het veld slaan. De storm neemt nog in kracht toe en we zijn naar Trelleborg gereden. Storm Hans speelt ons wel parten. Nou, we zitten midden in de storm. Hans in Trelleborg. We hopen morgen met de boot te kunnen. Zoals jullie zien staan wij hier aan zee en het stormt nog steeds. Storm Hans is hier actief, maar we zijn toch hierheen gereden, want we hebben nog steeds geen bericht van de veerboot dat het niet door zou gaan. We kregen net nog een mailtje van nou, tot morgen en zo laat moeten jullie er zijn. Dus wij hebben voor de zekerheid maar even tabletjes gekocht. Tegen de wagenziekte. Die nemen we dan morgen maar in als we toch weggaan. We wachten het af. Er komt nu wel een boot aanvaren. Dus er varen wel boten. Kijk, het is ook nog de TT-lijn. Dat is wel de boot waar wij morgen ook mee moeten. Dus... jullie zien het. Wij ook. We zijn benieuwd. Nou, we zijn even aan het uitbuiken. We hebben een heerlijk gegeten. Even kijken waar we morgen langs moeten. Nou, hier gaan we dus heen. Morgen. Nou, het is 6 uur 's morgens. En we hebben net ingecheckt bij de paal voor op de boot te gaan. We moeten zijn in sector G, lijn 13 tot 16. En daar rijden we nu heen. Spannend wel weer. Het is weer heel slecht weer. Wat een bedrijf hier, jongens. Ongelooflijk. Kijk, daar is de boot. Wij gaan vandaag van Trelleborg naar Rostock. Varen. Dat is de bedoeling. Het is een tocht van 6,5 uur. En dit is bar en boos. Daar is de Tinkerbell aangekomen inmiddels. Maar we hebben inmiddels 1,5 uur vertraging. En het weer is vreselijk. Nou, en eindelijk is het dan zover. En we gaan gewoon op de Tinkerbell en niet op de Peter Pan. Dus dat is allemaal heel geruststellend. Het is inmiddels bijna 2 uur te laat. Maar goed, het is zover. We zijn er bijna op. Dan moet de grote kerel weer die honden weer afkomen. Ja. Kijken eerst wel even waar de reddingsboten hangen. We hebben net gegeten bij het restaurant. Dat is niet echt bijzonder. Nee.
Maar goed, nou hoef ik vanavond niet te koken. Dat scheelt, want de boot had zoveel vertraging. Dus we komen pas om 5 uur of zo aan. Het wiebelt enorm. Maar wachel, we zijn blij dat we die zeeziektepilletjes hebben gehad. Nou, we gaan nu weer naar de lounge room. En na 6,5 uur varen bereiken we Rostock. Na nog een half uur gewacht te hebben, kunnen we eindelijk van boord. En dan vervolgen we onze reis weer met onze camper. Nou, lieve mensen. Dat was hem weer. Zoals jullie zien, op de achtergrond de boerderij waar we nu even weer een maandje staan. Ja, nou. Dus, tot volgende week. Ik zou ze zeggen, tot volgende week. Doei.